De VVD in de steden hier het debat omvragen. De provincie had vol inzet op het nije Tialf als topsportlocatie. Maar nu lijkt het erop dat NOC, NSF en de KNSB toch kiezen van plan in Almere. De VVD is kritisch hoe de lobby die het viert is door de provincie. Wij krijgen de indruk dat die lobby mislukt is. Omdat de Tialf eigenlijk er slechter uitkomt in deze wedstrijd. Dan de andere twee kandidaten. En in dit soort kringen, zoals de KNSB, daar speelt lobby ook altijd een rol. Het is jammer, maar het is nou eenmaal zo. Deputaire Konst is het net in een smarte kritiek. Ik denk namelijk dat wij echt een heel goed bid deadline hebben. Ik denk dat wij echt een heel goed plan hebben voor Tialf. Überhaupt, om het stadion vernijd te bouwen. En daar heb ik alleen maar heel groot respect voor. Neffens de VVD had Tialf neer een eerlijke kans gehad. Hosman had vooral kritiek op de spelregels. De spelregels zijn zodanig gemaakt dat zaken zoals de traditie, de aanhang van Tialf, het feit dat Tialf al bestaat en al echt een naam zich al heeft bewezen, dat allemaal niet is meegewogen. Dat is mijn kritiek. Neffens Konst is de zaak nog net verlen. Hij roept de steerteleden dan ik op haar nou u te spreken voor Tialf. Wij moeten op dit moment één hit sjenlitten. En had er daarbij en tussendroog Zwarte Pieten, Wurmert, wie zijn schuld is het nou dat deze lobby net goed gaat en wat en ik. Laten we dat vooral letten dan. Op dit moment gaat het erom om het beste resultaat eruit te halen. De coalitiepartijen FNP, CDA en PvdA stiepje het college. Neffens haar is Tialf het jennigste plan dat uit Vierber is en werd echt een scheppe de groen ingeert. De provincie moet dan ook gewoon teruggeven naar de lobby. Ik hoop al dat de commissie bij zin komt en een goede kar maakt. Ze gaan net voor niks de procedure even uitstelt en daar een andere kar in maken. Dus ik wil er eigenlijk wel van u dat ze zich even herbezinnen en nog een goede beslissing nemen. Maar ja, ik ben daar natuurlijk net bij, dus we zullen even een afwachtje maken. De steden binnen nog net hoe Ruud praat. Na de definitieve kar van NOC, NSF en de KNSB op 3 juni volgt er 2 dagen later op 4 juni op een nieuw spoeddebat over I-stadion Tialf.